Na een korte winterstop hervat Feyenoord zondag 10 januari de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Spartanen begonnen slecht aan dit seizoen en stonden na 7 speelrondes op de voorlaatste plaats. Maar in de laatste weken van 2020 is de weg omhoog ingezet. De club uit Rotterdam-West eindigde 2020 met een knappe 2-0 overwinning bij FC Twente en staat nu 9e. Feyenoord versloeg Heerenveen in zijn laatste wedstrijd met duidelijke cijfers en nam daardoor de derde plek over van Vitesse. Eerder dit seizoen kwamen we in de Kuip tegen Sparta niet verder dan een 1-1 gelijkspel door goals van Ricciano Haps en Lennart T. Sparta-Feyenoord staat zondag in de Eredivisie voor de 54ste keer op het programma. En van die 53 eerdere ontmoetingen wonnen wij er 31, speelden 13 keer gelijk en 9 keer stapte Sparta als winnaar van het veld. Vorig seizoen ging de stadsderby door het coronavirus niet door. En de laatste keer dat beide teams elkaar troffen op het kasteel was op 17 december 2017. Feyenoord zette toen een monsterscore neer met 7-0 en dat is onze grootste uitoverwinning in de Rotterdamse derby. Steven Berghuis is al jaren één van de belangrijkste spelers van Feyenoord. En ook dit seizoen staat er geen maat op onze captain. Steven is op dit moment MVP van de Eredivisie met 10 goals en 6 assists. Hij wordt gevolgd door Danilo van FC Twente met 11 goals en 4 assists. Feyenoord kan sinds nieuwjaarsdag nu ook rekenen op de ervaren spits Lucas Prato. Hij is de eerste Argentijnse aanvaller bij Feyenoord sinds Mariano Bombarda tussen 2002 en 2004. Argentijnse spelers en Feyenoord is sowieso een goede combinatie. Want geen club in de Eredivisie dankt zoveel competitiedoelpunten aan Argentijnen als Feyenoord. 73 om precies te zijn. Groot aandeelhouders zijn uiteraard Julio Ricardo Cruz met 44 goals en Pablo Sanchez met 22 Eredivisie-doelpunten voor Feyenoord. Bij Sparta komen we zondag een hoop bekenden tegen. Trainer Henk Vrezer beleefde zijn mooiste voetbaljaren bij Feyenoord in de jaren 90. Hij won 1 landstitel, 1 Supercup en 4 KNVB-bekers. Wouter Burger is dit seizoen verhuurd door Feyenoord aan Sparta en de aanvoerder van de Spartanen, Adil Alassar, kwam in 2010 tot 3 competitieoptredens voor Feyenoord. Dick Advocaat heeft zowel als speler en als trainer een verleden bij onze aanstaande tegenstander. Tussen 1980 en 1982 speelde onze trainer 61 competitiewedstrijden voor Sparta. En in het seizoen 2017-2018 was Dick in het tweede seizoen zelf de trainer van Sparta. Sparta-Feyenoord begint zondag 10 januari al om 11:15 en is live te zien op ESPN. En hou ook onze Feyenoord social media kanalen goed in de gaten voor de laatste updates over deze Rotterdamse clash. Duimpje omhoog gedaan, al geabonneerd, klasse.